Een bleek oranje zonnetje doet vergeefs moeite om door het wolkendek heen te breken. De vlag wappert wel uitbundig bij het gemeentehuis. De gebakjes staan klaar, de zaal is ingericht. Alles is in gereedheid op deze dag voor Koningsdag om de koninklijke onderscheidingen uit te reiken in het gemeentehuis van Raalte. Ook burgemeester Dadema staat in afwachting van de komst van de gedecoreerden of degenen die gedecoreerd worden om ze op te vangen en straks een onderscheiding op te spelden. We gaan het allemaal meemaken. Meneer Dadema, in deze feestelijk versierde hal van het gemeentehuis staat u klaar om de koninklijke onderscheidingen uit te reiken. Een bijzonder moment vandaag weer. Ja, het is elke keer een bijzonder moment, de dag van lintjesregen. We zetten bijzondere mensen in het zonnetje en dat is altijd leuk om te doen. Ja. Hoeveel zijn er dit keer? We hebben dit jaar 5 personen die lid worden in de Orde van Oranje Nassau. En dat zijn 3 vrouwen en 2 heren. 3 vrouwen en 2 heren. De dames zijn wel in de meerderheid. Ja, dames zijn in de meerderheid. Het zijn ook weer hele diverse aanvragen. Dus hartstikke leuk. Uit 3 dorpen van onze gemeente. Dus iedereen heeft weer zijn best gedaan. Ja. En als ik kijk naar de staat van dienst, want die hebben we allemaal toegestuurd gekregen als persbericht, dan staan er heel wat vrijwilligerstaken op die allemaal vervuld zijn door die mensen. Ja, dat is toch wel heel uniek, hè? De gemeente Raalte, onze regio, staat natuurlijk bekend als een regio waar veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Maar daarbinnen is altijd een soort van buitencategorie. En die krijgen vandaag een lintje. Indrukwekkende lange lijsten van activiteiten. Ja. Waarom was u hier? Ja, hij nam me mee om voor iets te noteren. Notuleren, hè? Voor de, ja, maar we hebben vandaag een andere gelegenheid. Ja, ik zie er nog meer zitten. Ja, we gaan u decoreren vandaag. Nou, dat moet maar. Het is hartstikke leuk. En u heeft het meer dan verdiend, dus van harte welkom. We hebben een speciale verrassing. Ja, het schijnt, ik moet hier om 10:10 zijn, ik ben een beetje te vroeg. Ja, dat geeft helemaal niks. Ik ga nog even 5 minuten wachten. Nee, dat wacht helemaal niet. Nee, want we organiseren dit onder andere voor jou. Het is vandaag lintjesregen. En we gaan bijzondere mensen in het zonnetje zetten met een decoratie. En jij bent er één van. Ja, dat is wel heel verrassend. Ja, nou, zoveel gedaan voor de gemeenschap in Eino. Nou, dat lijkt me niet. Nou, daar denken anderen heel anders over. Ik denk dat ik er wel 100 anderen op kan noemen. Nou, maar er zijn een heel aantal mensen geweest die vonden dat jij hem wel verdiende. Goedemorgen. Antwoord. Weet ik. Zanger. Onder andere, toch? Onder andere. U zou hier komen voor een interview bij het sportbedrijf. Ja. Ja, ga niet door. Dat heb ik ook. Nee. Nee. Dat hebben ze ons wel gezegd. Ja. We gaan uw mannen decoreren. Het is vandaag lintjes geven. Ja, juist. Ja. En we hebben een bijzonder iemand in het midden. En dat bent u. Welkom in het gemeentehuis en een heel speciaal welkom aan onze bijzondere gasten. 5 bijzondere gasten die we vandaag gaan decoreren. Een hele verrassing, geloof ik, voor allemaal. Ik hoop dat u er alweer een beetje overheen bent. Ontspannen, relax. Het is vooral een dag voor u. Er is niks wat lastig wordt voor u. Het werk wordt voor u gedaan en we zetten u in het zonnetje. En ik ben blij dat u er allemaal bent. Het was een hele klus, veel leugentjes voor uw bestwil of onze bestwil, maar dat is allemaal gelukt. Vandaag is het lintjesregen in het hele land. Een mooi moment om stil te staan met z'n allen bij het vele werk dat inwoners vrijwillig doen voor onze gemeenschap. Het vele werk dat onze samenleving draaiende houdt. Het vele werk dat zorgt voor een leefbare en vitale samenleving, ook in Raalte. En die samenleving, die gemeenschappen, die zijn ons dierbaar. Die zijn mij dierbaar, die zijn u dierbaar. En daar moeten we in blijven investeren. En dat kan alleen met mensen zoals u.
essentieel om onze participatiemaatschappij daadwerkelijk van de grond te krijgen en te houden, met z'n allen. En binnen die grote groep van vrijwilligers zijn er altijd mensen die er boven uitspringen. U kent ze wel. Die personen die zoveel inzet plegen, die er altijd zijn, waarop altijd hun beroep gedaan kan worden. En vandaag zetten we 5 van deze mensen in het zonnetje door ze te decoreren. Dan gaan we over naar de officiële ceremonie. En wil ik graag de heer Hulsman naar voren vragen. En zijn vrouw. Als ze dat ook wil. Komt u hier maar staan. En wij hebben iemand bereid gevonden om wat aardige dingen over te zeggen. In ieder geval, dat neem ik aan. Mevrouw Rita Kolk. Nou Herman, daar staan we dan, hè? Weer. Dit keer op een hele andere plek dan de vorige toespraak aan jou. Dit keer ook in het bijzijn van jouw vrouw Meri. Jouw kinderen komen helaas vandaag er niet bij zijn, maar in gedachten zijn ze zeker bij je. Ik heb al een paar mooie foto's gezien van kleinkinderen die een ringje hadden gemaakt. Maar je hebt hem zeker verdiend, Herman. We hebben ook vrijwilligers van de Moestuin, Volkstuin Club, sorry, de British Club en Vluchtelingenwerk uitgenodigd, want ook zij hebben aan jouw lintje bijgedragen. Je was een van de oprichters, samen met Rita Klopman, die ook hier zit vandaag. Je was een van de eerste medewerkers die bij Guus onder in de kelder in de winkel stond en daar het verhaal van eerlijke handel onder de aandacht bracht bij de Haarlemse bevolking. Prachtig, bedankt. Kom maar weer een beetje naar voren. Wat ik mooi vond om te lezen in alles wat er over u werd gezegd, was die internationale oriëntatie, die interesse in anderen. De eerlijke handel werd al genoemd, maar u bent ook 25 jaar vrijwilliger geweest voor vluchtelingenwerk. Dat heette eerst nog Caritas en dat is een prachtige brief geschreven door een van degenen met wie u dat heeft gedaan, heel lang, Annie. Ik heb haar ook gecomplimenteerd, wel bekend, wel heel bekend in Heino trouwens, daarom zeg ik ook Annie. Als lid in de orde van Oranje Nassau. Mevrouw Frerix. En de heer Frerix. Mogen we een beetje naar voren. Het is uw dag. Dat zal onze bescheidenheid. Hartstikke goed. Leuk. U kwam hier met een smoes. U bent zo betrokken bij onze samenleving. U zou even bijpraten met de wethouder Toeter over WMO. Want u had een bijeenkomst gemist. U was best verbaasd dat dat niet zo was. Wat had u verwacht vandaag? Nou, ik was aan het zoeken naar stukken. Ik dacht, ik vind het wel moeilijk om daarover te praten, over het onderwerp. Ja. Dus u was zich eigenlijk aan het voorbereiden om een moeilijk onderwerp te bespreken? Inderdaad. Ik dacht, nou, ik zie ook wel. Je hebt de onderscheiding helemaal verdiend. En je mag ook trots op zijn om hem te dragen. Je hebt heel veel dingen gedaan. In Raalte en naar buiten. En vanuit het CDA Vrouwenberaad kan ik zeggen dat wij heel blij met jou zijn. En het Landelijk Vrouwenberaad ook. Ze hebben een prachtige aanbevelingsbrief geschreven. Die zal ik jou nog laten lezen, want die heb jij nog niet gezien. Ik vond hem zo mooi, maar ik wil hem met niemand delen. Dus dat is altijd een beetje vervelend. Ja. Maar dat gaan we nog doen. Riek zei het al, het is een indrukwekkende lijst aan dingen wat u zoal in uw leven heeft gedaan. En dat begon eigenlijk al als tiener door les te geven op de zondagsschool. Dat heeft u 50 jaar gedaan. Nou, in ieder geval, dat is mij verteld.
Ik was er niet bij, maar dat heeft hij 50 jaar gedaan. Heel veel gedaan in de protestantse kerk hier. Eerst als hervormde kerk en laatste de PKN. Net voordat ik kwam, heeft u afscheid genomen van de gemeenteraad. Van 2003 tot 2014 was u lid namens het CDA. En ook heel lang als enige vrouw in de fractie. Zat u in de gemeenteraad en was u druk betrokken bij het besturen van deze mooie gemeente. Hier heeft de koning het behaagd om u te benoemen als lid in de orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding. Ja, dankjewel hoor. Ja, dankjewel. Ja, je had er niet op gerekend en je was ook met een smoesie naar het gemeentehuis gelokt. Ja, ik zou een vergadering hebben met Geria Toeter. En over een onderwerp waarvan ik de laatste dagen wel een beetje over nagedacht had. Dat ik dacht, dat vind ik wel een moeilijk onderwerp. En we zien wel wat wordt, hè. Wil ik graag mevrouw Klompjan naar voren vragen. En meneer. Achter elke sterke vrouw staat een sterke man, nietwaar? En andersom ook hoor. En we hebben de heer Peter Krombos gevraagd om wat over u te vertellen. Dat was ook degene die u tenslotte mee had genomen. Het zal ook wat persoonlijks moeten zijn, dus ik denk, nou, Ria is geen Sallander, zoals jullie daar net iemand hoorden. Ria is geboren in Den Haag. En na hun verkeringstijd zijn zij in Heino komen wonen, wat een enorme verandering was voor Ria. Dialect sprak ze niet en enkele keren dat ze in Heino heeft vertoefd, had ze het gesproken dialect, na een aantal keren had het dialect geen geheimen meer voor je. Want je pakt het heel snel op, ook nu, iedereen kan gewoon in dialect met Ria praten. Ze verstaat het wel, maar ze beantwoord in keurig Nederlands. Iemand die onmisbaar is, en ik hoorde dat al van de constante factor werd u genoemd. De vraagbaar, vraag het Ria maar. En dat wordt ook bevestigd, dat vind ik mooi om te horen. Iemand met uw vaardigheden zou ik hier in de gemeente wel willen hebben. Zo secuur, planmatig, netjes, ordentelijk, dat zijn allemaal termen die bij u horen. Ik weet niet of u dat ook herkent. En voor al die activiteiten heeft de koning behaagd u te benoemen als lid in de orde van Oranje-Nassau. Deze dag voor u was uw dochter en zij zal ook u toespreken. Vandaag word je in het zonnetje gezet. Het is een speciale dag. Een dag waar anderhalf jaar voorbereiding aan vooraf ging. Begin 2018 ontstond het idee om een koninklijke onderscheiding voor je aan te vragen. Aangezien ik en met mij velen vonden dat je die zeker verdiende. Mama, je hebt je altijd heel actief ingezet voor allerlei vrijwilligerswerk. Zolang ik me herinner, waren zowel jij als papa actief in het vrijwilligerswerk en actief betrokken bij de dorpsgemeenschap. Je was en bent voornamelijk actief in maatschappelijke en sociale verenigingen, zoals Caritas, MOV, Algemene Hulpdienst, Wereldwinkel en het Kernteam. Je vindt het heel belangrijk om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Je kan goed omgaan met diverse type mensen en kan door je openheid snel verbinding leggen. Voor dit alles heeft het de koning behaagd om u te benoemen als lid in de orde van Oranje-Nassau.
Mooi dat je er bent. Fijn dat je er bent. Welkom. U weet dat niet, maar ik doe dit nu alweer een paar jaar. En heel vaak hebben we de pompadours in ons midden 's ochtends om te zingen. Dat is een, zo zeggen, koortje uit Heino. Die Hollandse liederen zingen. Nou, ik zeg, dat is een heel mooi koor uit Heino. En dan verras ik elke keer iemand uit het koor. En vorig jaar was het de dirigent bijvoorbeeld. We dachten, ja, dat wordt wel een beetje sleets, die smoes. Dus we hebben dit jaar wat anders gedaan en kon niet meer. Nee, we moesten een andere smoes bedenken. En u was gevraagd, omdat u en uw vrouw heel actief zijn bij, en ik zeg even de goede term, Aquagym. Met z'n tweeën al vele jaren was u gevraagd door het sportbedrijf om naar Teheran te komen om een interview te geven. Ja. En kleed u een beetje gepast aan, stond ook in de brief, hè? Ja. Nou, dat is fijn dat dat gelukt is in ieder geval. Hartstikke mooi, heel fijn. Ik wil graag de heer Wink vragen om wat over u te zeggen. Als er toch één is die een lintje verdient, dan is het onze Anton Wilms. Anton, daar ben jij. Eigenlijk verdient hij er gewoon twee. Eentje, omdat hij zo lekker kan zingen. In gezelligheidskoren de Pompadours. Toch weer de Pompadours. En eentje omdat hij onmisbaar is voor ons mooie Heino. Want Anton Wilms doet al bijna 20 jaar lang het zo belangrijke onderhoudswerk aan en voor de Rooms-Katholieke Kerk in Heino. Anton Wilms verzorgt sinds jaar en dag de voortuinen, achtertuinen en de zijtuinen van en voor Heinose ouderen. Anton Wilms onderhoudt voor de Zonnebloem al vele jaren de inmiddels onmisbare duofiets. Maar wat ons betreft zou het vanaf nu moeten zijn onderkoning Anton Wilms van Oranje-Nassau. Dank u wel. En daarom heeft het Zijne Majesteit de koning behaagd om u te benoemen als lid in de orde van Oranje-Nassau. Gefeliciteerd iedereen.